en meisjes, ook vandaag staan de verhaaltjessommen weer op het programma. Dat betekent dat we dadelijk eerst weer een som van de dag gaan doen en daarna ga ik jullie het werkblad uitleggen. Kijk maar mee. Oh, de som van de dag is deze keer niet per se een verhaaltjessom, maar er hoort wel een verhaaltje bij. We hebben namelijk in totaal 32 koekjes. Ik heb al 20 koekjes opgegeten. Hoeveel koekjes kan ik nog opeten? Ik heb dus al 20 koekjes opgegeten. Hoeveel kan ik er nog opeten? Welke som kan ik dan maken in mijn hoofd? Het is inderdaad een erafsom, oftewel 32 eraf 20. Wat is 32 eraf 20? Heel goed, 32 eraf 20 is 12. 12 is dus het antwoord wat we vandaag gaan opschrijven. En dan ga ik nu het werkblad weer even uitleggen. Oké, jongens, meisjes. Voor een rekensprint zijn er vandaag 2 verhaaltjessommen. Kijk maar eens mee. We zien namelijk som 7 en som 8. Het is belangrijk dat je bij deze verhaaltjessom heel goed leest. Lees de som misschien wel 2 of 3 keer. Vandaag hoeven jullie geen rekenbundel te maken, want het is gewoon een keer een lekker korte les. Wat je wel moet doen, is natuurlijk het antwoord opschrijven van de vraag van vandaag. Die schrijf je hierop in het vakje. Succes vandaag!